Hallo, ik ben Sarah. Ik ga zo meteen die bouwvakkers interviewen. Hallo, ik ben Aitje en ik ga zeggen hoe ze moeten filmen. Hallo, ik ben Erikson en ik film de sloop. Hallo, wie bent u? Ik ben William en ik werk bij sloopbedrijf Vissers. Wat vindt u van dit werk? Ja, ik vind het wel leuk werk. Ik doe dit al 15 jaar. Wow, dat is echt wel lang hoor. Ja, ik vind het ook leuk werk om te doen. Hallo, wie bent u? Ik ben Mart van Leeuwen en ik ben van de gemeente. En waarom moet eigenlijk deze huizen allemaal weg? Het is wel best wel mooie huizen. Nou, deze huizen waren echt verouderd en hier komen nieuwe huizen voor in de plaats. Weet u wel hoe lang deze huizen al zijn dan? Ik dacht eigenlijk net na de oorlog. Na de oorlog? Ja. De Tweede Wereldoorlog. Dat is echt wel lang hoor. Ja, daarom ook. En ze zijn nu echt zo verouderd. Ze zijn erg klein en slecht. En daarom moesten ze weg. En zijn ze ook een beetje gevaarlijk? Nee, oh, gevaarlijk niet. Ze zijn nog allemaal goed, maar omdat ze de eisen van de tijd niet meer doorstaan eigenlijk, moeten ze ook weg. Hallo, wie bent u? Ik ben Piet en ik woon hier in deze straat. Vindt u een herrie als de mensen zitten te slopen? Nou, het is altijd herrie als er gesloopt wordt, maar ze zullen het rustig aan doen. Dus er hangen hier ook trillingmeters en als het verkeerd gaat, dan gaat er een rode lamp branden. En dan krijgen ze een e-mailtje dat ze over de streep gegaan zijn. Oh, en als ze dat gedaan hebben, komen de mensen hier naartoe of moeten ze het rustig aandoen? Nou, dat is namelijk zo. De huizen aan deze kant die zijn dus gefotografeerd en opgenomen. Maar wat als er scheuren in zitten of zo. En dan kijken ze na te slopen of dat de scheuren groter geworden zijn.